niet alleen. Je bent niet alleen. Kijk hoe je2016 kunnen we niet meer in ons eigen kleine schulpje blijven. We moeten naar buiten. We moeten naar buiten. Omdat Sarah een heel bijzonder project heeft samen met een aantal andere dames. Misschien kunnen jullie even opstaan. Ik wil ook nog graag van jou willen. Die is nog meer meegekomen. Ja. Mooi zo. En je ziet, ze zijn ook echt multimediaal. Dat zei die mevrouw die net een lezing gaf. Hè? Want dit zijn, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, wat voor feministen. Dat zijn maar camerafeministen. Zodat we kunnen social media feministen. Ja. Dus we hebben van vandaag hier, constateren we iets nieuws, maar ook social media feministen. Dus dat zijn zij. En wat mooi is, is zoals je haar ziet hier, en dat is ook wat wij beogen met lef. Met lef willen we mensen laten zien dat niets is wat het lijkt. Als je haar ziet, dan zie je een bloedmooie dame. Toch? Zeg eerlijk. Zo. Hè? Een mist. Applaudisseren mag hoor. Misschien wil je ook heel graag vertellen wat het project, het mooie project dat jullie met z'n allen doen, wat dat inhoudt en hoe krachtig jij daaruit bent gekomen. Vertel. Ik ben Sarah en ik ben van Our Life Project. En wij zijn een project en we vloggen wekelijks. Je kunt ons volgen op alle social media. Maar wij staan voor eenzaamheid onder jongeren. Wij willen eenzaamheid bespreekbaar maken. En wij hopen door ons verhaal te delen, dat anderen ook het lef hebben om hun verhaal te delen, zodat we weer verbonden met elkaar kunnen worden. Ja, meer elkaar opzoeken om verhalen te delen, om emoties te delen, in plaats van alleen maar het leuke, het mooie, vakantiekliedjes en dat soort dingen. En heel stevig, hè? Want wie van u mag ik vingers zien? Wie van u heeft wel eens nagedacht dat jongeren ook eenzaam zullen zijn? Heel mooi. Heel goed. Fijn. Dan zie ik dat u een empathische zaal bent. Want de grap is dat toen ik dit op Twitter zette, deze dames waren bij mij op bezoek, toen heb ik het op Twitter geplaatst. En heel veel mensen kwamen met reacties van, maar hoezo? Hoezo zijn jongeren eenzaam? Dus ik vind het heel mooi dat jullie dat bespreekbaar maken. Misschien kan jij jouw eigen verhaal vertellen. Ik ben nu 21 jaar en ik ben best wel de goede weg op. Ik doe HBO, ik doe pedagogiek, ik werk, ik doe mee aan Our Life Project. Ik heb een vriend, ik heb vriendinnen, ik heb een leuk leven. Maar dit is niet altijd zo geweest. Ik heb op mijn 17e opeens wat boem aan de psychose gehad. En daarvoor ben ik ook opgenomen geweest, 3 weken. En ik was helemaal eruit en het was heel gek van een leuk spontaan jong meisje, was ik opeens mentaal ziek. En dat heeft ook best wel een impact gehad op mijn leven. Maar vooral daarna is eigenlijk waar ik het ook over wil hebben. Want ik heb me best wel lang geschaamd voordat ik een psychose heb gehad. En dat ik dus mentaal ziek ben geweest en eigenlijk gek ben geweest. En ik hoop zeg maar door mijn verhaal te delen en dat ik hier nu sta als gewoon gelukkig helemaal beter en helemaal gezond in medicatie. Ik hoop dat meer mensen en jonge mensen ervoor uit durven te komen als ze zoiets hebben meegemaakt. Ik wil gewoon een beetje af van het taboe over psychische ziektes, want het kan iedereen overkomen. En iedereen heeft denk ik wel een eigen verhaal. Het is iets wat hij niet gelijk tegen iedereen kan vertellen of wil vertellen. Maar ik hoop toch dat meerdere mensen dat toch zullen doen, hun verhalen delen, ook al is het soms lastig. Ja, zie je? En dan. Dus ik ga naar Rijen. Ik wil graag alle vrouwen, maar ook de mannen die er zijn, meegeven om meer naar elkaar te luisteren, zodat je elkaar beter kan begrijpen. Vaak wil je wat vertellen, maar doordat de ander heel veel hoort, maar niet goed naar je luistert, heb je zoiets van ach, laat me. En vaak zijn het vrouwen die heel sterk zijn,
voor elke sterke man staat een nog sterkere vrouw. Eigenlijk zijn we hele leuke mensen met elkaar. Eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar het samen zijn. Maar we zijn het gewoon alleen een klein beetje vergeten. En wat wij hier doen is, vandaag willen wij uw reminder zijn. Uw reminder dat u, zoals u hier zit, helemaal goed bent. Helemaal perfect. Dank u wel. Hoi, ik ben nu onderweg naar een meeting van Our Life Project. En daar komt Annette de Vries. En zij is hoofd van de AfroTros. En zij gaat ons vandaag een workshop geven. Hartstikke gaaf. Zij gaat ons laten zien hoe je van een idee iets concreets kan maken. Dus ja, hoe je een idee kunt uitwerken en hoe je dat moet doen. En zij gaat ons ook vertellen over vrouwen in de maatschappij. Dus ik ben hartstikke benieuwd en jullie zien straks meer. Ziet er goed uit. Er zit een grotere lijn eigenlijk. Dus ik had eigenlijk wat is nou eigenlijk een tv-format? Jullie hebben nu gewoon allemaal een verhaal wat je zou willen delen. Dan trek je dat groter dan jezelf om mensen ervan bewust te maken. Dat ze denken van, daar heb ik eigenlijk ook, daar heb ik me nooit aan gedacht. Daar heb ik ook wel wat aan. En dan moet je nog een vorm kiezen waarin je dat wil vertellen. Dat is een format. En gierige gasten die hebben eigenlijk ook een format. Kennen jullie het? Ja. Het is ook een format wat zij doen. Lukt het ons om? Dat is een format. Gewoon elke aflevering ga jij kijken. Ja, lukt het ons om gratis speeches te krijgen? Lukt het ons om gratis een festival binnen te komen? Lukt het ons om? Dus eigenlijk is dat ook een beetje waar je mee moet starten. Het thema van wat je wil vertellen. Moet er goed gaan researchen. En met mensen praten. En dan zoek je naar een vorm. Maar dat is wel heel grappig, want soms ben ik als kijker heel erg geïntrigeerd door wat ik zie, omdat het zo ver van mezelf afstaat. Dat ik denk, ik kan me niet voorstellen, ik zou helemaal gek worden als ik daar tussen zou moeten wonen. Ja. En aan de andere kant vind ik het soms juist heel erg fijn om iets heel herkenbaars te zien. Iets waar ik me dus echt mee kan identificeren. Mm. Dus ja. Dus daarom kijken mensen graag naar Hulp TV, want je denkt, zo erg is het bij mij nog niet. Ja. En twee, dat is best wel handig. Of, dat heb ik eigenlijk nog nooit aan gedaan. Ooit eenzaam gevoeld. Ja. Ik heb mijn middelbare schoolleeftijd is echt heel, heel eenzaam geweest. Ik zat op zo'n dorpsschool en toen in de buurt van Rotterdam. En ik werd naar een enorme kakschool in Rotterdam gestuurd door mijn ouders. En daar had ik nul aansluiting. Daar liep iedereen in bepaalde college kleren en met bepaalde jasjes, tasjes, dingetjes en zo. En ik was echt, ik voelde me daar heel, heel erg, ik wist daar helemaal niks van. Ik wist helemaal niet hoe heet zo'n jas? Zo'n tas. Dus dat was heel lastig. Want ik was heel klein. Dus ik was heel klein, heel dun. Dus ik was ook gewoon echt zo'n brugpiepertje. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, ik wil van deze school af. Maar ik wist eigenlijk niet waar ik dan heen moest. Want in de buurt van Rotterdam zijn niet echt heel, dus niet echt een hele leuke school waar leuke andere kinderen zaten of zo, waar ik heel graag heen wilde. Toen ben ik me gewoon echt ziek gaan melden, spijbelen. En toen dacht ik, dat heb ik ook wel dat ik tegen mijn dochters vaak zeg. Ik kwam in een soort spiraal van, weet je, dat je op een gegeven moment dat je niemand meer vertelt wat er eigenlijk met je aan de hand is. En dat je gaat liegen, doordat je spijbelt, lieg je op school, lieg je thuis. Dat is wel een all-time low in eenzaamheid, want dan heb je echt gewoon niemand meer. Als je op een gegeven moment ook eenzaam wordt in je, de dingen die je, weet je, die je niemand meer kan vertellen, dan word je heel leeg.